ik heb in mijn video van vorige week gevraagd of jullie ideetjes hadden, of jullie wilden aangeven wat voor filmpjes je leuk vond. En dat hebben jullie hartstikke fijn gedaan, dus super bedankt daarvoor. En daar ga ik gewoon lekker mee aan de slag. Een daarvan was dus dat jullie het leuk zouden vinden om meer DIY's te zien. Dus daar heb ik naar geluisterd en vandaag heb ik een DIY. Ik ga je laten zien hoe je echt super simpel en super gemakkelijk je eigen marmeren of marble effect t-shirt kan maken. En dat gaat dus om dit shirt. En die heb ik gewoon zelf gemaakt. Natuurlijk niet het shirt zelf, want het shirt zelf heb ik gewoon gekocht. Maar het effect erop heb ik zelf gemaakt. En ik ben een paar maanden of misschien wel zelfs al een paar jaar geleden een video tegengekomen op YouTube. Waarin ze lieten zien hoe je zeg maar dit effect op een schoen kon maken. En dat is eigenlijk altijd in mijn hoofd gebleven. Alleen ik weet dus niet meer van welk kanaal het was en welke video het was. Dus mocht je weten waar ik het over heb, laat het dan eventjes achter in de reacties. Want ik kan het gewoon niet meer vinden. En ik wil wel dat linkje hieronder doorzetten. Omdat ik daar eigenlijk mijn inspiratie vandaan heb gehaald. En toen dacht ik, na dat filmpje gezien te hebben en een beetje op zoek te zijn gegaan naar DIY's de afgelopen week dan, kwam dat idee gewoon weer in mijn hoofd. Toen dacht ik, ja, hoe vet zou het zijn als je dus zo'n marble effect op een shirt kan doen. En dat heb ik dus gemaakt en het is echt super simpel, super gemakkelijk en hartstikke leuk om te doen. Dus ik ga niet verder praten. Ik ga je gewoon lekker laten zien hoe ik dit shirt heb gemaakt. Of je dit shirt leuk vond, doe je duimpjes omhoog als je het shirt leuk vond of als je de video leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik je volgende week weer.